Dames en heren, van harte welkom terug bij House Flipper. Waar we eigenlijk onze nederig stulpje al best goed op orde hebben. En er moet natuurlijk een beetje worden afgemaakt. Badkamer is op zich zo goed als af. Moet alleen een deur in. Slaapkamer gaan we wel wat aan veranderen. Want 5 televisies word ik helemaal lyrisch van. En de opslagkamer is prima. Ik moet nog een etenruimte neerzetten. Maar goed. Dat gaan we doen nadat wij een klusje hebben gedaan. En dat klusje zal zijn... Ariane Loon. Even kijken, lerarenwerk, gebouw te kopen, wordt gebruikt als kantoor, het zal wel. Oh, het plaatje is desastreus. Oké, laten we even kijken, waar beginnen we? Dit is een, ja. En dit is een, what the fuck? Zie je, neem nooit kinderen, dit krijg je. Oh my fucking days, dude. Fucking goor. Ik wil dit gedruip even niet meer horen. Ik moet dan plassen en ik wil niet plassen. God, wat een... What the fuck? Waarom ook gewoon zitzakken hier? Get the fuck out. Wie denk je dat ik ben? Bekkerruurt. Oh, ook nog koekeratjes erbij. Oké, we doen de keuken wel als eerst. Je moet toch ergens beginnen, weet je wel. Anders gebeurt er niks. Zet de muurtegels. Maar ik dacht dat ik alleen moest schoonmaken. Nu moet ik ineens... Wat? Waarom? Er staat hier nog 10% afval ergens. En ik weet niet waar. Oh, really? Dat zat hier achter. Dat had ik voor geen goud kunnen zien, joh. Oké, die tegels doen we zo direct wel. We gaan eerst even alles gewoon volledig opruimen. In hoeverre dat tot mijn macht reikt. Verf met rijpe peer en zonnegeel. Is dat een kleur? Rijpe peer? Mijn nieuwsgierigheid is nu gewekt. Rijpe peer. Ja, dat is een kleur. Dat is een kleur. Verwijder object. Standaard bureau. 5 keer. Oké. Bureaustoel 4 keer. Oké, ik dacht die moet ik schoonmaken. Wat moet ik nou meer? Ja, wel schoonmaken. Monteerapparaten. Oh, een stopcontactje. Oké, dat kan ik wel. Oh god, die is helemaal verroest. Oh god, dit doet pijn. Pijn aan mijn moderne hartje. Oké, en dan moet er geverfd worden en dingen gemonteerd worden. En ook gewoon niet een klein beetje. Kan ik dit gewoon... Can I? Kan ik me beter niet doen? Ja, maar het staat hier nu. God. Oké, wat moet er in deze verwijderde boekenplank? Die. That's it. Bureau mag blijven staan. Oké. Maar ze gaan dus een kantoor omzetten in een kleuterspeelterrein. Waar willen ze weg, jongens? Oei. Ik weet niet wat voor dingen hier werden uitgevoerd. Oh, ik moet ook elke bureau weghalen. Nou, dat... Hoppakee, weg ermee. Klik, 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 pats, pats, boom. Computers, mogen die ook weg? Dat zie ik dan weer niet, weet je. Bureaus wel, weet je. Nee, de computers? Nee, fuck die. Laat die maar staan. Oh god, waarom heb ik nog steeds niet elke kamer gehad? Er zijn flink wat kamers, Nivaal. The fuck, ik wist niet dat hij hier een privé toilet had. What the fuck is dit? Wat moet ik hier nog monteren? Een handdoekenrek? Wauw, hij wil daadwerkelijk hier een handdoekenradiator op hebben. Nou ja, prima. Het is een klein kamertje of een klein dingetje. Dus dat kan ik ineens wel even snel doen. Ja, even snel doen. Wat nou even snel doen? Ik moet het hele pokkengebouw nog omtoveren. De reden dat ik gewoon zulke soort klussen doe is om die ene vaardigheden sneller te levelen. Zoals betegelen, verven, et cetera. Want het is hier gewoon overduidelijk dat ik hier moet tegelen. Moet ik de vloer? Vloer moet keramische tegels oranje. Nou, dan gaan we dit doen, toch? Fucking lelijk, maar ja, weet je... Klant is koning, zeggen ze wel eens. Dat zeggen ze gewoon wel eens. Ben ik het totaal niet mee eens, maar dat zeggen ze wel eens. Tevreden? Fucking lelijk. Fucking lelijk. De muurtegels. Keramische. Ook de muur. Wauw. Ik heb uiteindelijk dit gedeelte gewoon oranje gedaan. Hier binnen zitten die andere tegels. Maar goddamn. Hier zou ik nooit dood in willen worden gevonden. Goed, wat willen we in de hal? Laten we de hal dan ook gelijk eerst even doen. Dat is helder persik en fluweelachtig persik. En keramische tegels oranje. Alright, pull that shit across. Ze gaan flink voor oranje.
Dit is toch ongekend. Hier zou je toch je kind niet zijn jonge jaren willen laten leven. Ik dacht, ik doe iets geinigs, weet je. Dan heb je hier enigszins een paars en dat loopt... Of paars, persik. En dat loopt dan tot daar. En aan de andere kant eigenlijk exact het... Ah, het is zo fucking lelijk. Klant is koning. Onthoud het. Een schreefbord. Die doen we daar. Een kindertafel mam. Moet ik er 2 van hebben. Ja, de koffiebekers staan er nog. I don't care, weet je. Dat is... Dat, ik mocht die niet verwijderen. Nou, dan blijven die toch lekker staan, hè. Mogen die kinderen lekker met afgelekte koffiebekers en dossiers mee aan de slag. Perfect. Perfect. Monteerbaar smal gordijn. Misschien dat een donkere kleur daar handig voor is. Aangezien die kinderen natuurlijk rotzooi op gaan gooien. Dus we gaan voor deze. Waar moet deze? Hier zo? Oh, ik moet er 2 stuks ophangen. Dus daarheen. Zo. Oh, ik kan ze niet dicht doen voor ze. Dat zou toch wat zijn geweest. Vloerkleed. 4 stuks moeten er hiervan. Nou, eentje onder die tafel. Eentje onder die. En doen we nog eentje bij de deur. En eentje hier. Brede kist met lades. The fuck? Dit heet gewoon een doos met een flap. Gek gaat. Het is gewoon allemaal gek gaat, weet je. 3 kleuren. Ik zat even te lezen. Ik zat van, wacht, zie ik dit wel goed? Lentegras, lachende aardbei en koninklijk blauw. In 1 kamer. Wil je dat die kinderen een epilepsieaanval krijgen of zo? Ben je wel goed? Oké, herinner me er de volgende keer even aan. Om eerst te gaan verven voordat ik de gordijnen ophang. God! Wat een verschrikkelijke kamer. Next. Oh, hemeltje. Deze klus duurt echt veel langer dan ik had gehoopt. Het levert dan uiteindelijk wel flink wat centjes op, maar god damn. Duurt zo lang. Ik vind het ook mooi hoe er staat gevormd schuim. Gevormd schuim. Dat heb ik altijd al willen hebben. Schuim kubus. Nou, en dat maakt deze kamer ook voltooid. Dank u zeer. God damn. Nou, deze had ik ook al af, gelukkig. Deze... Pleuris donker vent. Er werd aangegeven, doe het in meerdere kleuren. Nou, ik vertik het gewoon. Donkergroen all the way. Boekenkast en monteerbaar smal gordijn. Dat maakt deze kamer ook klaar. Even kijken, die was klaar. Laten we even de deuren openhouden van de kamers die klaar zijn. Zodat ik het een beetje kan afvinken. Dit is een klein kamertje. Dit kan ik wel snel doen. Even kijken. Rijpe peer. Ik weet niet wat helemaal de bedoeling is van deze kamer. Is dit een soort wachtkamer of zo? Het is echt een bijzonder klein kamertje. Nice, deze kan ik zeker niet op elkaar zetten. Waardoor dit bijzonder ruimte inefficiënt wordt om al deze kleine schoenenkastjes overal te plaatsen. 16 van die pleuris haakjes gaan ophangen. Zo. Dit is helemaal kut. Maar dat is wat de klant wil, hè. Die wil gewoon een klote gebouw hebben. Oh wacht, die was af. Dus die moeten we nog. En deze moeten we... Nee, deze hebben we ook al. Dan moeten we nog maar 1 kamer. Ha! Dat is de keuken. De keuken. En die wil eigenlijk alles betegeld hebben. That's it. Oké. Okay. Yes! We zijn klaar met de opdracht. Dit zou dan 17.500 ekkermannen opleveren. Oei, 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 wat een kutklus was dit, zeg. Hoe lang ben ik hiermee bezig geweest? 3 kwartier, heel fijn. Oké, laten wij dan eventjes de muren onder handen nemen. Ik vind eerlijk gezegd, ik vind deze blauw vind ik vet. Alleen, dan wil ik dat uiteindelijk hier ook in de hal doortrekken. En ik moet eventjes kijken waar ik dan vermoedelijk de eettafel ga plaatsen. Ik denk in die hoek. Dat lijkt me wel leuk. En dan kan ik voor nu even deze ventilator hier plaatsen. Dus laten wij eerst dan even die blauw opzoeken. Is dat humeurig kobalt? Het zou het best wel eens kunnen zijn, hoor. Laat me het even nachecken. Misschien is die zelfs nog te licht. Is dit hem? Of is hij lichter? Hij is lichter. Damn it. Is het dan... marineblauw? Denk het ook niet, hoor. Nee, die is weer te paarsig. Hé? What the fuck is dit? Grijze mist? Is dat hem wellicht? Ik weet niet, het oogt toch eerder als een blauw, toch? Ja, man, het is deze. Grijze mist. Oh, wow. Even kijken, hoe oogt dit?
Ja, ik vind dat het in de hal nu ook is, vind ik eigenlijk wel stukken beter. Ja. En ik vind deze overgang vind ik wel wat hebben. Ja, want dit duidt zeg maar aan van, dit is een andere kamer. En op zich de hal en de woonkamer, dat loopt best wel in één, zeg maar. En dit vind ik toch wel een onderscheiding, ook qua meubilair, zeg maar, in vergelijking met dat. Oké, eettafel. Perfect. Simpele, recht toe, recht aan. Lekkere tafel. Waarom kan dit domme ding niet op de tafel? Spel! Laat het toe dat mijn plant op een... Op een... God, gloeiende. Ik heb voor een of andere reden mogen er geen planten op de eettafel staan. Nou, stik er dan maar in. Wat moeten we nou weer met een voorraadkast? Ik weet niet zozeer wat ik hier moet plaatsen. Het spel verlangt van mij dat ik hier sowieso een airco ga plaatsen. Waarom? Maar ja, het is een voorraad... Ah, op zich, nee, ik snap het wel. Je wilt natuurlijk niet dat je voorraad in onzedelijke temperaturen terechtkomen. Ik kan het spel ook nog even van camera wisselen, want het lukt me nu... Stop! Oh, dit ding begint nu te loeien. Ja, hij doet het niet, I know. Maar die kutcamera, die wisselt niet, dus ik kan die groene kutkabel niet aanklikken. Kut. Weg ermee. There, I did it. I'm so good. Yes. Oké, er zit een airco in die niet gek draait. What the fuck is dit? Waarom is er geen licht hier? Nu wel. Damn it. Is het weer scheef? Nee man. Nee, wacht. Zo. Is hij zo recht? Lastig te zien. Deuren. Laat me ook gewoon nog even deuren plaatsen. Witte deuren. Altijd goed. Oké, wat ontbreekt er dan nog? Ja, nee, het is de slaapkamer nog. De slaapkamer is de enige die nog moet gebeuren. En dan gaan we lekker de volgende aflevering doen. Stik er maar in. Ik ben te veel bezig geweest met het ene huis en ik heb er nu alweer genoeg van. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Mag je dat uiteraard belonen met een duimpje omhoog. Wil jij toevallig nog twee andere video's zien? Druk op de knoppen naast mij. Zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!